We weten het allemaal nog. 2016. Een ongelooflijk grote vluchtelingenstroom. Europa werd overspoeld. Waar moeten al deze mensen heen? In 2016 waren er 65,6 miljoen mensen op de vlucht, volgens het UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie. 22,5 miljoen vluchtelingen. En daarnaast ontheemden die op de vlucht waren in hun eigen land. Om even een gevoel te krijgen voor deze cijfers. 65,6 miljoen. Dat is meer dan het inwonersaantal van het Verenigd Koninkrijk. Dat is meer dan 1 op de 110 mensen in de wereld die op de vlucht was. Dat is per 10 seconden 13 mensen die wel moeten migreren. Hoewel de stroom vluchtelingen afgenomen is, moet ik jullie teleurstellen. In 2050 zullen er 150 miljoen vluchtelingen zijn. Dit zullen mensen zijn die vluchten voor klimaatproblemen. Eilanden die overstromen door de stijgende zeespiegel. Kustgebieden die worden overspoeld door toenemend aantal en het sterker wordende orkanen en wervelwinden door de opwarming van de zeeën. Plekken waar het gewoonweg te warm wordt om te kunnen leven. En nog veel meer, allemaal gevolgen van klimaatverandering. Deze klimaatvluchtelingen zullen wel moeten vluchten. Wij kunnen misschien niet zomaar op korte termijn de klimaatproblemen oplossen. Wat we wel kunnen doen, is deze mensen erkennen. Op dit moment is een klimaatvluchteling niet officieel een vluchteling. Iemand die vlucht wegens natuurrampen kan niet op grond daarvan asiel aanvragen. Op dit moment laten we al deze mensen aan hun lot over. Europa heeft niet veel last van de klimaatproblemen. Met de deltawerken die we hebben in Nederland kunnen we een kleine zeespiegelstijging wel aan. Maar het kleine, gammele muurtje dat de achterstandswijken van Jakarta scheidt van de zee, kan dit niet. En ook al hoeven we zelf niet te vluchten, Europa is toch niet het oog van de storm. We zijn allemaal veroorzakers van dit probleem. We kunnen de mensen die werkelijk met hun voeten in het water staan niet laten stikken. We moeten met z'n allen inzien dat klimaatvluchtelingen niet hun probleem is. Dit is ons probleem.